2009 was een belangrijk jaar. Paul is meer ingegaan op de verdere historie, de eerdere historie. Dit is wat meer de recente historie. Waarom was dat een belangrijk jaar? De brouwerij bestond 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn we met allerlei plannen gekomen hoe we dat nou het beste zouden kunnen vieren en gedenken. Maar daar ging iets aan vooraf. 2008 was voor ons een heel moeilijk jaar. Paul heeft dan iets gezegd van wij hadden een paar dochterhuizen, onder andere op Java, Indonesië, Kenia. Kenia werd overvallen door allerlei politieke verwikkelingen. En op een gegeven moment is ons dochterhuis daar massaal aangevallen. En konden wij daar niet meer in vrede een monastiek leven leiden. Ik ben er in die periode zelf naartoe geweest. En ik heb wel eens gedacht, hoe zou het zijn om een bodyguard te hebben? Nou, op dat moment mocht ik daar niet reizen zonder dat er 3 militairen mij beschermden. En toen was de rol van een bodyguard er eigenlijk vrij snel af. En die twee dingen kwamen bij elkaar. 2009 dat feest, 2008 die geschiedenis en die monniken die moesten verhuizen. En toen dachten wij, hoe kunnen we vieren en hoe kunnen we toch tegelijkertijd ook dat dochterhuis helpen wat het grote probleem is. Daar is het Isidorbier uit ontstaan, wat net al genoemd is, genoemd naar de eerste brouwmeester. En wat is er nou mooier dan het glas te heffen met een nieuwe soort bier, een lekker bier. En daar help je dan gelijk een gemeenschap in nood mee. Dus dat was een bijzondere activiteit van 2009. Een andere bijzondere activiteit is dat het boek is verschenen, wat de geschiedenis beschrijft van de trappisten en de brouwerij hier in Tilburg. Dat hebben we ook met veel vreugde binnengehaald en we zijn er bijzonder trots op dat dit boek is verschenen waarop een bijzondere heldere, prettig leesbare wijze de geschiedenis is neergezet. 2009 is ook bijzonder omdat het is gelukt om zoveel geld bij elkaar te krijgen door dat bier te brouwen, door allerlei andere activiteiten en u kunt het in het boek nog lezen. We hebben werkelijk letterlijk en figuurlijk de benen onder ons lijf vandaan gerend om ook nog wat te sponsoren. Is het bij elkaar gelukt om in 2009 dat nieuwe klooster in Oeganda neer te zetten. En ik kom er afgelopen woensdag ben ik teruggekomen en hebben de laatste hand gelegd door daar nog een klokkenstoel neer te zetten en daar een klok in te hangen. En nu kan men daar het monastieke leven leiden. Nou zou je dus in eerste instantie denken, ja, trappisten die zitten daar toch ergens achter die muren. Je fietst daar langs als je naar Moergestel gaat. Wat zou er achter die muren gebeuren? Ora et labora, het lijkt me een heel zwaar gebeuren. Nou, wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen, dat het eigenlijk een heel kleurrijk gebeuren is. Toen ik intrad dacht ik, ora et labora, heel letterlijk nemen. Ik had voordien een jaar of 8 als vrijwilliger in Afrika gewerkt in de gezondheidszorg. En ik dacht, ik kom dat klooster nooit meer uit. En ik ben nog nooit zoveel op reis geweest van die periode dat ik ben ingetreden. En ik word door dezelfde dingen geplaagd als u, want ik was met 2 monniken in Noorwegen en we moesten 3 dagen later kon ik pas terugkomen vanwege die vulkanische wolk. Dus het treft ons allemaal. En dat vind ik nou het bijzondere van deze middag en wat ik hier allemaal om me heen zie, dat je hier juist dat hele kleurrijke ziet van dat trappistenleven. Die geschiedenis van het trappistenleven, wat zeker niet een ingedut leven is waar niks gebeurt, maar dat daar heel veel juist in gebeurt tussen mensen, de monniken, de geschiedenis van monniken, interactie tussen abdij, brouwerij, interactie tussen het geheel met de Tilburgse bevolking en de omgeving van de koningshoeven, dat dat een heel kleurrijk gebeuren is. Dat zien we hier, dat kunnen we lezen in het boek. En ik ben er daarom ook bijzonder trots op dat ik vanmiddag dit heb mogen zeggen en daarmee ook denk ik de expositie heb geopend, want er hoeft er geen wind door geknoten te worden. Dus bij deze is de expositie geopend. Ik dank u. De bier en de kaas worden ook aangeboden door de brouwerij. Dus kunt u een aangenaam biertje, kijkt u rustig rond, let van met elkaar en zuig het erfgoed op. Dank u wel. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel.
U kunt deze expositie nog bezoeken tot en met 4 juni tijdens openingstijden van het VVV-kantoor. Zeker de moeite waard.